onze voorzang zij van Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Wij noemen het zevende vers van Psalm 25. Gods eeuwig blijvend woord zal u worden voorgelezen welke vindt opgetekend in het eerste boek der kronieken, daarvan nader het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Wij noemden u als onze schriftlezing 1 kronieken 4 en daarvan de eerste 23 versen, waarboven staat nog meer kinderen van Juda. De kinderen van Juda waren Peres, Hezron, en Garmi en Hur en Sobal. En Reaja, de zoon van Sobal, gewon Jahat. En Jahat gewon Ahumai en Lahat. Dit zijn de huisgezinnen der Soratieten. En deze zijn van den vader Etam, Jisrael en Jisma en Jidbas. En de naam hunner zuster was Hazelel Poni. En Penuel was de vader van Gedor. En Ezer, de vader van Hussa. Dit zijn de kinderen van Hur, den eerstgeborene van Efrata, de
de vader van Bethlehem. Ascher nu, de vader van Tekoa, had twee vrouwen, Hela en Naara. En Naara baarde hem Ahusam en Hefer en Temeni en Hahastari. Dit zijn de kinderen van Naara. En de kinderen van Hela waren Seret, Jezohar en Etnam. En Kosgewon Anub en Hasobeba. En de huisgezinnen van Aharel en den zoon van Harum. Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. Want Jabes riep den God Israëls aan, zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smarte. En God liet komen wat hij begeerde. En Gelub, de broeder van Suja, gewon Megir. Hij is de vader van Eston. En Eston nu gewon Bet-Rafa en Pasea en Tehinna, de vader van Ir-Nahas. Dit zijn de mannen van Recha. En de kinderen van Kenas waren Otniel en Seraya. En de kinderen van Otniel Hattat. En Meonatai gewon Ofra en Seraya gewon Joab, de vader van het dal der werkmeester, want ze waren werkmeesters. De kinderen van Caleb nu, de zoon van Jefunne, waren Iru, Ela en Naam. En de kinderen van Ela, te weten Kenas. En de kinderen van Jehalelel waren Sif en Sifa, Tirea en Asariel. En de kinderen van Esra waren Jeter en Meret en Efer en Jalon. En zij baarden Mirjam en Samai en Jisba, de vader van Estamoa. En zijn Joodse huisvrouw baarde Jered, de vader van Gedor, en Heber, de vader van Socho. En Jekutiel, den vader van Sanoa. En die zijn kinderen van Bitja, de dochter van Farao, die Meret genomen had. En de kinderen van de huisvrouw van Hodia, de zuster van Naham, waren Abi Kehila, de Garmiet, en Estmoa, de Maagatiet. De kinderen van Simon nu waren Amnon en Rinna, Ben-Hanan en Telon. En de kinderen van Jissi waren Sohet en Ben-Sohet. De kinderen van Sela, de zoon van Juda, waren Er, de vader van Lecha en Lada, de vader van Maresa en de huisgezinnen van het huis der linnenwerkers in het huis van Asbea. Daartoe Jokim en de mannen van Goseba en Joas en Saraf, die over de Moabieten geheerst hebben, en Jasubi-Lehem, doch deze dingen zijn oud. Deze waren pottenbakkers, woonden bij plantages en tuinen. Zij zijn daar gebleven bij de koning in zijn werk. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heere, Heere, die hemel en aarde uit het niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwiglijk leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader en van Jezus Christus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we vooraf trachten voor hem met elkander een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Heere
gij die trouwe houdt, gij die eeuwig leeft, gij die nooit zal laten varen de werken uwer handen, maar waar de hier een overblijfsel op aarde over deze wereld gaat, die nou de bearbeid wordt door uw geest en die het uitkomen te roepen verlaat. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Gij bracht ons vanavond in dit uw bedehuis rondom. En onder uw woord, Heer, het is ons voorgelezen. En als u het geeft, dan hopen we een enkel woord daarin te overdenken en te spreken. En dan wacht het alles zo op de invloeien en de inkomst van uw geest, Heer. En dat in spreken en in luisteren beide, want dan geldt het toch daarin. Wat gij zelf getuigt zonder mij, dan kunt gij niets doen. Dan kunnen wij hier wel zijn en dan kan uw woord geopend liggen voor onze ogen, zover wij het licht in onze ogen hebben. Maar het komt er zo op aan, Heren, op de kracht van dat goddelijke woord. En zou dan ons aller beden mogen zijn in deze ogenblikken, en dat in een gemeenschappelijk gebed, och schonk gij ons de hulp van uw geest. Zou gij dan de rijen nog door willen gaan, Heren, en zou gij in dit avonduur nog harten aankomen te raken, opdat het een ure mag zijn voor deze of gene, ja, er gaat er geen eentje voorbij, dat het een ure mag zijn die eeuwigheidswaarde zou mogen krijgen, bekeer nog wat daarom bekeerd heen gaat, maar wat van u gekend en van u geliefd, en wat gij nou hier komt te trekken en te leiden, Heren, door deze tijd, en naar de kusten van de eeuwige gelukzaligheid, dat is een volk, Heren, die gij op wegen en paden brengt en houdt, die hebben ze niet geweten, en ze hebben ze nooit betreden, en zover het onder ons mag wezen in dit avontuur, of ook in het meeluisteren, Heren, zou er dan nog een spijze mogen zijn in uw bedehuis, dat er nog harte snaren geraakt zouden mogen worden, en dat het dan nog vanavond mag wezen voor de uwe. Zover het er mag wezen, het is ons goed aan deze plaats geweest te zijn, want de Heere was nog in het midden, gedenk zo ons allen tezamen, en ook degene die niet op hebben kunnen komen, en zo die ook met ons meeluisteren. Gij weet en kent de omstandigheden, noden, zorgen, ziekte, rouw en smart, ook wat zo kort geleden nog gestaan heeft aan de geopende groeven, en waar ook een geliefde vrouw en moeder de weg gegaan is van alle vlees. Een ledige plaats mogen we die rouwdragende familie u den Heren opdragen. Moet beleefd worden, Heren, als de huwelijksboom geklift is. Heilig alle smart, en gedenk in het moeitevolle van dit leven zo al de rouwdragende, maar ook de zieken, Heren, en ook wat daarin een verzorgingshuis verkeert, ook die moeder. Ach, het is u bekend, Heren, waar zorgen en afbraak ervaren wordt. Ach, het moet toch alles beleefd worden, wat is een mens, Heren,
En wat is een mens onderworpen en als daar ook de verzorging van noden is. Ach, hij moet nog schragen en ondersteunen met degene die al lief en dierbaar zijn en in het meeluisteren. Er mag nog eens een woord bij zijn, opdat het mag wezen in alle moeite, zorgen en verdriet. De dagen nog te mogen leren tellen, opdat we een wijs hart zouden mogen bekomen. Denken dan ook aan die jonge man, de koster deze gemeente. En waar we ook van vernamen, ook zijn zwakheden. En dan zo in de kracht van het leven, Heere, gij mocht denken. Alles ligt in uw hand, en wat is toch een mens ook onderworpen. En als we dan nog jong zijn en in de kracht van het leven, wat moet het ervaren worden? Als we dan zo niet in en uit kunnen gaan of onze arbeid niet kunnen verrichten. Als daar zwakheden zijn van lichaam en geest, gij mocht denken, Heere. Kon het wezen de gezondheid nog doen herrijzen. Het ligt alles in uw hand, Heere. En dat ook daarin dan de wegen betracht mogen worden. En middelen die aangewend worden zegenen. Maar dat het toch bovenal wat daarin ook mag zijn, wat een dichter van getuigt. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Denk hem met zijn geliefde vrouw in de weg die ze hebben te gaan in deze. En zo weet en kent gij alle noden, zorgen, zieken, eenzamen, alleenstaande. Alle die het moeilijk hebben, een verborgen kruis, een stil verdriet. Gedenk nog, Heere, wat in de ouderdom gekomen is. Gedenk in psychische noden. Gij mocht ook daarin nog uitkomsten geven, zijn menigmaal. Zulke eenzame, onbegrepen wegen, er is geen uit- en doorzicht menigmaal. Donkerheid en duisternis, maar bij u is raad. Bij u alleen, degene die met beperkingen door het leven moeten. Zij in welk handicap, het is u bekend, verstandelijk minder vermogend. Lichamelijk in beperkingen aan rolstoel gebonden. Gij mocht gedenken, Heer, en ook onder ons. En het staat u niet in de weg, Heere, want gij hebt ook daar onder uw kinderen. Want uw werk, dat is een harte werk, en dan denken we zo aan het gezin en het echtpaar slager ook onder ons. En de zoon Jacob die erbij is, maar waar zij ook nog een zoon hebben, die zo'n ernstig ongeluk gehad heeft. En gij weet, Heere, de toestand van die jongen ook. Ach, Heere, het ligt in uw hand. We hebben het zojuist nog gehoord, er is eigenlijk geen verandering, geen verbetering. Medisch gezien kan er weinig hoop zijn op enige verbetering, maar, Heere, het ligt in uw hand en geen ding zal voor u te wonderlijk zijn. Gij mocht die jongen nog gedenken, Heere, en dan nou dit ongeval en deze weg, dat het nou mag verbinden in zijn jonge leven aan den tronen. Uw goddelijke genade, dat er nou winst mee gedaan mag worden. Voor zijn arme ziel, help nog, Heere, in het moeitevolle van dit leven, zo met zijn ouders die onder ons zijn. Want wat gaat er dan ook door het hart van een vader en van een moeder? Moet beleefd worden, Heere, schraag en ondersteun.
en houd nog een weinig bij de moed, de lust en de krachten. Gedenk zo aan alle plaatsen waar uw woord nog uit mag gaan. Sterk uw ware geroepen knechten, heren. Gedenk ook hier de kerkenraad in hun arbeid. Ach, verleen ze nog moed, lust en krachten. Mogen ze nog gedragen worden op de vleugelen van het gebed. Ook te midden van hun gemeenten en mag het wezen. Dat de geschriften onze vaderen ook al hier nog gesteld mogen worden. Tot een eeuwige en een rijke zegen. Ja, dat het mag wezen ambtelijk. Maar ook persoonlijk nog uw zegen doen ervaren, opdat ook hier in het noorden des lands toch uw koninkrijk nog mag komen, want het woord, uw goddelijk woord, mag er nog wezen en de geschriften onze vaderen mogen nog gelezen worden. In uw bedehuis of in uw woningen als we zondags aan onze woningen gebonden zijn, gij mogen ieder gedenken, heren, en schenkt dan nog uw goddelijke zegen. Het gaat met ons allen op een eeuwigheid aan, en het is een ogenblik, en het zal van een ieder onzer gelden, men kent en vindt haar standplaats zelfs, en niet meer, en waar is dan de reis naartoe? Heren, mag het dan nog een ure wezen, dat gij zelf nog in het midden kwam te zijn, help dan ook ons. En zou gij het waar willen maken, ook ditmaal zie, ik leg mijn woorden in uw mond, en ik bedek u onder de schaduw mijner hand, om den hemel te planten. Dat is uw eigen werk, heren. Ach, kom er dan nog in over en nog in mede. Zou gij uw woord nog willen ontsluiten? Want het zij verborgenheden en heilgeheimen. En als u sluit, heren, dan zal er vanavond niemand kunnen openen. Maar als gij ook opent, dan zal er niemand kunnen sluiten, of zoudt gij dan die geopende deur nog willen verlenen, dat uw grote en lieve naam om onzentwil niet gelasterd behoeft te worden, Heere, zend uw licht en uw waarheid neder, zouden de lastdragers nog mede zuchters ook voor ons in dit avonduur nog mogen zijn. Ach, Heere, help ook ditmaal. Gij weet alle dingen, help ook ditmaal. Uwe naam ter eer, ja, mocht het zijn in het voorgaan. En in het luisteren beide zijn de schadelijke wegen leid nog op de rechte weg. Hoor en verhoor ons dan nog en dat om diens wil. Die gij nu altijd hoort en verhoort, dat is om den Heere Jezus Christus willen. Amen. Gemeente, onze tekstwoorden voor dit avontuur kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, en dat wel uit 1 Kronieke 4, en daar van de verzen 9 en 10. 1 Kronieke 4, en daar van de verzen 9 en 10, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. Jabes, nu was heerlijker dan zijne broeders, en de zijne moeder hadden zijne namen Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarte gebaard. Want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen, en de mijn landpalen vermeerderen zult,
en de uwe hand met mij zijn zal, en de met het kwade al zo maakt, dat het mij niet en smarte, en God liet komen, en dat hij begeerde, tot zover we hadden gedacht, bij deze tekstwoorden te plaatsen, Jabes, deze is mij een uitverkoren vat. En willen stilstaan konnen mocht het zijn met de hulp des Heren, bij een drietal gedachten. Ten eerste bezien wij de heerlijkheid van Jabes. Ten tweede beluisteren wij de nood in de binnenkamer. En ten derde een gode verheerlijkende uitkomst. Jabes, deze is mij een uitverkoren vat. Drie gedachten, ten eerste de heerlijkheid van Jabes. Ten tweede de nood in de binnenkamer. En ten derde een gode verheerlijkende uitkomst. Doch voor wij daartoe overgaan, willen wij er eerst van zingen. En dat wel uit Psalm 27, vers 2 en vers 3, al zie ik zelfs een leger mij omringen. Nog vrees ik niet, ik verlaat mij op den Heere. Al wil men mij door een oorlog dwingen, kleg mij gerust hierop vertrouwend neer. Deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig lot, dat ik zolang mij het levenslicht bescheen, in 's Heere huis mocht wonen hier beneden. En het derde vers, och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt, 2 en 3 uit Psalm 27.
Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. En onze eerste gedachte, welke wij genoemd hebben, de heerlijkheid van Jabes. En als wij zo 1 Kronieken 4 beluisteren, het is ons voorgelezen, dan hebben we vele namen gehoord. En nou staat er in het goddelijke woord geen 1 naam te veel en geen 1 naam te weinig. En als God er licht over zou geven, dan zou elke naam, zou een eigen predikatie er wel bij passen. En dan zien wij hier hoe dat het daar in God behaagd heeft in zijn goddelijk woord. Ook de geslachtslijsten van de stam van Juda op te tekenen. We zouden zeggen de beroemdste, de stam die in menigte uitkwam te breken. En we kunnen het lezen in 1 Kronieken 2. En daarin de zonen en de geslachtslijsten van de stam van Juda. En hier in 1 Kronieken 4 beluisteren wij het vervolg. En dan zien wij, als wij zo deze namen alle beluisteren, dan zien wij op een ogenblik vanaf dat 9e vers. En dan klinkt daar tussendoor in een ogenblik, en Jabes, die was heerlijker dan zijn broeders. We zouden zeggen, we zien hier in 1 Kronieken 4, als het ware ineens een parel die begint te schitteren. We zouden zeggen een parel die boven alles daaruit kon te blinken. Jabes, hij was heerlijker dan zijn broederen. Want zijn moeder had hem daar Jabes genoemd, want ik heb hem met smarten gebaard. Dus zijn naam betekent een smartekind, Jabes. En waarin was deze man nou heerlijker dan zijn broederen? En wanneer hij leefde, waar hij woonde, waar hij leefde, wordt niet vermeld. We lezen ook verder in het ganse goddelijke woord, komen we deze Jabes niet meer tegen. Maar toch beluisteren wij in deze 2 versen, hoe dat Jabes een toonbeeld van Gods vrucht kwam te wezen. En in datgene waarin en waardoor hij in het bijzonder het den Heere aangenaam kwam te zijn. Jabes, hij was heerlijker dan zijn broederen. We hebben gezegd, we weten niet wanneer die leefde, waarin, waar die leefde, hoe de omstandigheden kwamen te zijn waar die woonde, het wordt niet vermeld. Maar het wordt wel gemeend dat Jabes hiervoor een opdracht stond, welke als het ware onmogelijk kwam te zijn. En dat hij voor een strijd stond waar de aanvang kwam te nemen. En dat Jabes daar aan Gods hulp zo in noden kwam te hebben. Jabes, het wordt gemeend dat het een uitnemend wetgeleerde en schriftgeleerde kwam te zijn. Want we kunnen lezen in 1 Kronieken 2, in dat laatste vers. En de huisgezinnen des schrijvers die te Jabes woonden, daar wordt gemeend dat die plaats Jabes genoemd is, en naar deze Jabes, een uitnemend schriftgeleerde, en hoe dat de huisgezinnen des schrijvers in die plaats kwamen te wonen. Hij was heerlijker dan zijn broederen. In dapperheid, in wijsheid blonk hij uit, deze Jabes. Misschien wel in rijkdom en in eer. Maar zou het dat alleen geweest zijn, geliefde, dan is het een arm portie. Maar Jabes was ergens anders heerlijker in, geliefde. En dat hopen we te beluisteren als dat, als de Heer het daarin geeft. Jabes, hij was heerlijker dan zijn broederen, waarin bestond die heerlijkheid. Jabes mocht een innig gebedsleven beoefenen.
Jabes mocht zijn weg gaan. Ach, in de gemeenschap en in die dierbare geloofsvereniging met den Heere zijn God. Jabes, die daar in de gunst des Heere zijn weg mocht komen te gaan. Een smarte kind. Ach, Jabes die in zichzelf zwart kwam te wezen als de tenten van Kedar. Maar in hem die zich te schande liet maken. In de meerdere Jabes zo'n liefelijk. Als de gordijnen en daar van Salomo, Jabes, hij stond in de gunsten Gods. En hij liet hem toekomen, hetgeen hij begeerde. Hij was heerlijker dan zijn broederen smartekind. Jabes heeft zijn naam door ontdekkend genadelicht mogen leren kennen. De smarten over de zonden en droefheid naar God. Maar ook de meerdere Jabes heeft hij mogen leren kennen. De koning der koningen, want Jabes uit de stam van Juda. Dan beluisteren wij Jacob op zijn sterfbed. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders komen te loven, Jabes. Hij was heerlijker dan zijn broederen, geliefde. Als we vanavond eens met u mee zouden gaan naar uw woning. En u naar mijn woning zouden wij de plaats aan kunnen wijzen. Waar we een verborgen leven mogen beoefenen tussen God en onze arme ziel. Hebben we ook zulk een innig gebedsleven, geliefde. Want we kunnen misschien wel veel praten. Kunnen misschien wel een hele bekering aan elkaar breien. Maar hebben we een verborgen leven, geliefde. Een verborgen leven tussen God en onze arme ziel. We zijn ermee begonnen. Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. Want geliefde, is dat leven er niet. Dan moeten we niet denken dat er wat van God bij komt te zijn. Hij was heerlijker. Daar zijn broederen, want als God in uw leven komt, geliefde, dan zal het in het verborgene brengen. Dan zal het op de knieën brengen. Als hem aan de weet komen uit de godskennis, zelfkennis, tegen wie wij gezondigd hebben. En dat het mag wezen dat daar een weg ontsloten mag worden, om geleid te mogen worden uit de godskennis in de zelfkennis, maar ook tot die ware Christuskennis. Ach, die man van smarten, Jesaja 53, de meerdere Jabes, verzocht in krankheid en iegelijk, was als verbergen het aangezicht voor hem. We lezen het hier, Jabes, nu was heerlijker dan zijn broeders, en zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarte gemaakt, gebaard. Hij was meest heerlijk, geliefde, dat hij daar in het bijzonder een bondgenoot en een gunstgenoot des Heren kwam te wezen. Smarte kind, Jabes moest gedenken wat nou deze wereld kwam te zijn, wat nou deze wereld geworden is vanwege de zonde. En Jabes moest inleven wat hij nou van binnen kwam te huizen, geliefde. En wat heeft die Jabes, moeten we wel op rekenen, want in zonderheid onder het Oude Testament, dan hebben de namen daarin ook daarin een betekenis, dat het ook daarin heen wijst in hetgeen wat ze in het leven kwamen ten ondervinden. Dan heeft Jabes veel smartelijke wegen moeten gaan. Maar hij heeft ook mogen ervaren, uit alle die, redt hem de Heere, de Heere, een innig gebedsleven, geliefde, een verborgen leven in de binnenkamer, die eerste gedachte, de heerlijkheid van Jabes. En ik zou willen vragen, geliefden, en dan gaan we over naar de tweede gedachte, als God het geeft. Ik zou willen vragen, vanavond kunnen we meegaan de binnenkamer in.
kunnen we meegaan vanavond de kamer van Jabes in. Want geliefde, dan gaan we toch wat beluisteren. Wat beluisteren we daar, een gebed van een man die den Heere mocht vrezen. Van dat smarte kind, geliefde. Dan beluisteren wij een gebed wat gehoord en wat ook verhoord is geworden. Want dan hadden we genoemd die tweede gedachte, de nood in de binnenkamer. Zijn er onder ons nog geliefden met nood in de binnenkamer, met een oplopende nood, met een onhoudbare nood? Want er is zoveel nood die is houdbaar. Maar met een houdbare nood kunnen we 100 jaar worden, zijn we nog precies zelfde geliefden. Maar waar de Heere werkt, een oplopende nood, een onhoudbare nood. En wat gaat brengen in het verborgene tussen God en onze arme ziel. We zien hier Jabes, want daar staat er, want Jabes riep de God Israëls aan. Ja, de God Israëls, Israël en God, dat is niet te scheiden, geliefde. Ach, hier, Jabes, hij was bedeeld met goddelijke genade. Hij liep de God Israëls, dat is de levende, dat is de ware God. Die God die alleen kan horen en verhoren. Die God die in een verbond kwam te staan met zijn volk. Hij riep de God Israëls aan, de alleen ware en levende God. En dan staat er zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen zult. Als we zouden gaan luisteren bij die binnenkamer van Jabes, en we zouden dit gebedje horen, indien gij mij rijkelijk zegenen zult. Misschien hadden we het al afgekeurd, geliefde. Is dat nou, Jabes, kom je daar nou niet te eisen, man? Jabes, is dat nou geen stukje brutaliteit? Indien gij mij rijkelijk zegenen zult. Nee, geliefde, het was een geschonken gebed. En dit gebed kon verhoord te wezen. Indien gij mij rijkelijk zegenen. Ach, Jabes komt hier. En daar een eis, maar ook een wens voor den Heere uit te storten. Het is hier in het leven van een Jabes, waar den Heere komt te getuigen. Opent uw mond. Zeer wijd onbeladen, ik zal hem terstond met goede spijzen naar mij de wijze rijkelijk verzaden. Hier deze Jabes, het is als Salomo daar te Gibeon, begeer wat ik u geven zal. En dan mocht Salomo zijn mond open doen, geef mij een wijs en een verstandig hart om dat volk te richten. En nou is Jabes, die wist dat hij zonder die goddelijke zegen, ja, dat hij zijn wegje niet kon gaan, indien gij mij rijkelijk zegenen. Ja, die zegen in de vreze des Heren te mogen wandelen. Die zegen dat God hem nabij kwam te zijn. En die zegen dat een Heere kwam te betonen. Want God is aan mijn zij en hij ondersteunt mij. Indien gij mij rijkelijk zegenen zult. En dan beluisteren wij daar. En mijn landpalen vermeerderen zult. Het voorstel van Jabes, daar kwam Gode aangenaam te zijn. Geliefde, en dat overtuigt ons dat het gedaan is met die nederigheid aan welke God gehoor kwam te geven. Rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult. Geschiedkundig zouden we kunnen zeggen, die stam van Juda, die breidde zich uit in menigte. En de grenzen die moesten verlegd worden in het land van Canaan, om de stam van Juda er daarin ook land te geven. Maar Gods woord is geestelijk. En geliefde, er is een volk op aarde, Gods volk en kinderen. Daar zijn de landpalen soms zo eng en zo nauw. Zullen we er eens eentje noemen? Waar de landpalen niet zo wijd waren, dan hoor ik in Psalm 116, ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen.
zijn de landpalen niet zo wijd tegen liefde. Als de ziel daar gelegerd is, de angsten der hel en de banden des doods, zullen we nog eentje noemen, geliefde. Wat denk je van Psalm 88, hé man, een doodbrakende, zijn de landpalen niet zo wijd, nee, geliefde. Zullen we nog eentje noemen, ik schatte mij geheel verloren. En ik mocht van geen vertroosting meer horen. Als mijn ziel aan God gedacht, dan loosde ik niet aan klacht op klacht. Wordt het nou, geliefde, dan wordt het weg en het pakje eng. En dan gaat de ziel het uitroepen, och, dat hij nog eens een weinig ruimte mocht krijgen. Niet om te zondigen en de wereld te dienen, maar nog eens een ogenblik in de vrijheid der kinderen Gods, om te mogen wandelen in de vreze des Heren. Heren, zou u de landpalen nog eens willen verwijden? En wanneer gebeurt dat, geliefde? Nou, heel eenvoudig, als de meerdere Jabes, den Heere Jezus Christus, de landpalen des harten, komt te bezoeken. Dan gaat wijd worden, ja. Dan gaat zo ruim worden, dan komt hij in zulk een wijd veld. Dan staat de rivier Gods is vol waters. En we hebben het wel eens uitgedrukt, en als we niet bedriegen beleefd, geliefde, dan zijn er geen oevers meer. Dan mag het dan komen er geen kanten meer te zijn. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, geliefde, ziende op die overste leidsman en die volleinde des geloofs zou willen vragen, zover het onder ons mag wezen, die er geen vreemdeling van gebleven zijn, van dat ware leven uit God vandaan. De dood in de eerste Adam, het leven in de tweede Adam Christus, hebben mogen leren kennen. En als hij overkomt, brengt hij alles mee. En in de dadelijke geloofsbeoefening, geliefde, zijn er dan nog grenzen? En zijn er dan nog, nee, geliefde, dan wordt het zo wijd, dan wordt het zo ruim, ja. En dan wordt die ruim voor een ander ook nog, geliefde. Want dan moet hij zeggen, o God, als het dan voor zo eentje kan, dan kan heel Veenwouden of Rouwveen of waar we ook vandaan komen, dan zou heel Veenwouden nog bekeerd kunnen worden. Dan gaat ruim worden, geliefd. Hoe komt dat? Omdat voor zo eentje nog kan. Tja. Want hij heeft niet kunnen denken bij de aanvang, maar nou bij de voortgang. Ja. Heeft hij toch niet kunnen denken dat het zo laag afloopt. Want er schiet, wat schiet er over? Daar hoor ik de apostel Paulus, ik ellendig mens. Onze Engelsen zeggen menigmaal bij dat woord ellendig, uitlandig. Uitlanders, buitenstaanders. Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ja, zijn de landpalen en de grenzen weer aangetrokken. Van benauwdheid en droefenis. Maar Heere, zou gij me nog rijkelijk willen zegenen? Zou gij mijn landpalen nog willen vermeerderen? Mag ik dan nog een ogenblik daarin voortkomen te gaan? En zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Mijn landpalen vermeerderen. En uw hand met mij zijn zal. Uw hand. Ja, bezwist wel, geliefde, dat die buiten Gods en buiten Zere hand, daar ging die wegen van God af. Heere, hou u me vast. Wil u me leiden, wil u me zegenen, met genade, met licht, met leven, met liefde, met geloof, met vrede, met blijdschap en zaligheid. Ach, indien gij mij rijkelijk zegenen, indien gij mij landpalen vermeerderen, en daarin staat er zo, en uw hand met mij zijn zal. O God, er is een volk op aarde die moeten het daar uitroepen. Bij tijden en ogenblikken, bij ons is geen kracht.
tegen die grote menigte. Want denk erom als God de mens bekeert. En daarin komt de leider te trekken naar zijn goddelijke raad. Dat die duivel die voor de duister is, die zit niet stil. Daar heeft hij bij aan boog en schild en vurige pijlen op verspild. En daar zijn het menigmaal dat ze uit moeten roepen. Het is een legio wat mij omringt. En de grootste vijand die ze van binnen omkomen te dragen. Uw hand met mij zijn zal. Om het te bewaren, te beschermen, te behoeden. Om het te leiden hier door de tijd. En dat naar de kusten van de eeuwige gelukzaligheid. En uw hand met mij zijn zal. Geliefde, wie is uw en wie is mijn leidsman? Want het zal toch wat wezen, geliefde. Want hoeveel zullen er niet zijn die menen dat Gods hand met hen is. En die menen dat ze straks naar den hemel gaan. En die menen dat ze door God geleid zijn. En als sterven wordt, dat die hand je loslaat. En dat zal blijken dat het de hand van den duivel geweest is. En dan zal die duivel zeggen, je wist toch dat ik een leugenaar was. En dan moeten we voor God verschijnen. Maar geliefde hier Gods volk en kinderen, Jabes. Door het strijdperk van dit leven heen. Ach, hij vertrouwde zichzelf niet. Uw hand met mij zijn zal. Ik heb misschien wel eens aangehaald, maar ik moet denken aan wijlen dominee Toes. En die was kind nog een enkel keer gehoord hebben. En dan haalde hij dat voorbeeld wel eens aan van een vader. Met twee kinderen aan zijn hand. En dat ene kind, dat zei, vader, ik hou je goed vast hoor. En het andere kind, dat zei, vader, hou u mij goed vast. En toen zei wijlen dominee Toes, welk kind was er nou veiliger? Dat kind wat het zelf kon, of dat kind wat vroeg, vader, houdt u me vast. Nou, hier beluisteren we nou zo'n kind. Zo'n Jabes, een kind Gods. Ach, die vertrouwde zichzelf niet. Die moest vastgehouden worden door zijn hemelse vader. Uw hand met mij zijn zal. Heere, houdt u me vast. En dan staat er nog zo. En met het kwade al zo maakt, dat het mij niet en smarte. Ja, best die ga niet vragen, Heere, hoef me al het kwaad en alle nood en alle ellende en alle zorgen, hoeft dat mij niet te overkomen, nee. Ja, best mocht hier een echt gebedje doen naar de wil des Heere, uw wil geschieden. Wat vraagt hij dan? En met het kwade al zo maakt dat het mij niet smatte. Dan getuigt die Heere. Hoef het mijn vreugde en mijn blijdschap, ach in u den Heere, niet weg te nemen. Maar zou het dan mogen zijn met het kwade, wat mij overkomt, welke moeite, welke strijd, welke zorgen, wat er ook geschiet in het leven. Heere, leg me dan met dat kwade en mijn alle smart gedurig aan uw hart. Dat is de bede van een Jabes. En met het kwade al zo maakt, dat het mij niet en smarte de nood in de binnenkamer. We beluisteren die Jabes. Hij mocht een gebedje doen, het was een geschonken gebed. En dat gebed kwam van den hemel en het keerde weder naar den hemel. En God heeft wonderen gedaan, we gaan er eerst van zingen. Psalm 81, de verse 7 en 12. Psalm 81, op uw noodgeschrei, deed ik grote wonderen, onder mij gelei, vond gij hulp mijn woord, werd van u gehoord, uit de plaats der donderen. En het 12e vers, opent uw mond. 7 en 12 uit Psalm 81.
Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders. En geliefde, dat getuigt Jabes niet van zichzelf. Maar Gods geest geeft getuigenis van Jabes. Jabes leefde in de nabijheid God, de wereld bond hem niet. En zijn heerlijkheid hebben we genoemd, lag in zonderheid in zijn gebedsleven. En dan beluisteren wij ook dat gebed in zijn bidvertrek. En zijn aanroepen, zijn bidden, dat is een aanroepen dat wijst ook op de sterke aandrang daar in het gebed. De God Israëls, dat wijst ons op dat verbond wat God gemaakt had met Abraham, Isaac en de Jacob. We luisteren het hier, hij riep de God Israëls aan. Indien gij mij rijkelijk zegenen en aan mijn landpalen vermeerderen zult en uw hand met mij zijn zal en met het kwade maakt, dat het mij niet smarte de heerlijkheid van Jabes, de nood in de binnenkamer, maar ook een gode verheerlijkende uitkomst. Is het waar, ja. Want daar staat er dan in dat tiende vers aan het eind. En God liet komen wat hij begeerde. Dus dat gebedje, geliefde, dat is gehoord. En dat gebedje, dat is verhoord. En het heeft Jabes in de dadelijkheid mogen geloven en mogen beoefenen. En dat is in het leven van Jabes, door de strijd, door de verdrukking, door de aanvechtingen, door de diepte, door de noden en de doden heen, heeft hij toch telkens mogen ervaren en God liet komen wat hij begeerde. Ga nog een ogenblik vanavond, geliefde, dan gaan we die binnenkamer in van Jabes. En God liet komen wat hij begeerde. Ik zoek die Jabes nog een ogenblik op in die binnenkamer. En weet je wat er gebeurd is, geliefde? Jabes was niet meer te vinden. Dat smarte kind was er niet meer. Waar was die gebleven, geliefde? Nou, heel eenvoudig, die man die was in Christus. En dan gaat de mens verdwijnen, geliefde. Dan is hij niet meer te vinden. Dan hoeft hij er ook niet meer te zijn. Dat tel ook niet meer mee. Dan gaat alles worden. Alles is uwe, Heere. God liet komen wat hij begeerde. Ik hoor als het ware. We gaan straks als de Heer het geeft nog zingen. Ik hoor die Jabes zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen en die God is onze zaligheid. Ach geliefde, wat een gelukkige man. Al moest hij door vele smarten, al moest hij door vele verdrukkingen zijn weg komen te gaan. Een beeld en type van de meerdere Jabes, de Heere Jezus Christus. We hebben genoemd die man van smarten verzocht in krankheid. En eigenlijk zijn aangezicht verbergende voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet gehad. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En hij heeft onze smarten gedragen. Ach, die meerdere Jabes. Dan zien wij hier Jabes uit de stam van Juda. Ach, dat hij zich daarin heeft mogen verblijven. Blijden en verlustigen in de meerdere Jabes, verwondering en aanbidding is er overgeschoten. Ik zie die man een ogenblik zijn wegje gaan, want God is aan me zij en hij ondersteunde mij, want God liet komen wat hij begeerde. Het was een geschonken gebed, het was den Heere aangenaam, het was in nederigheid en in ootmoedigheid voor den Heere daarin neergestort. Wij hebben daar met elkaar gezongen, opent uw mond. Maar moet zeggen, geliefde, de berijming uit dat teen, die ligt me dan een beetje nader. Opent uw mond, zeer wijd onbeladen. Ik zal hem terstond met goede spijzen
naar mijn wijze rijkelijk verzaden. God liet komen wat hij begeerde. Geliefden, als we vanavond nou ons hart er eens bij zouden leggen. Wat is uw begeerte? Wat is jouw begeerte, jonge meisje? Welke begeerte hebben wij? We hebben het gezongen uit die 27e psalm. Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen des levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken. In zijn tempel, wat is uw begeerte, geliefde? Zijn er vanavond nog opgekomen, Heere? Ik hoop naar de kerk te gaan in Veenwoude. Zou er eens één woordje voor me bij mogen zijn? Want dan heb je kerk, geliefde. Dat is één woordje. Moet denken aan wijlen dominee van der Poel. Mag wel zo even hier in Veenwoude. Ja, daar vroegen ze aan hoe laat begint de kerk vanavond, dominee. Hij zegt, zou het ook niet weten, hoor. Ja, maar dominee, je weet toch wel hoe laat de kerk vanavond begint? Hij zegt, ik zou het niet weten, hoor, hoe laat de kerk begint. Ja, maar dominee, u moet vanavond voorgaan. U weet toch hoe laat de kerk begint? Hij zegt, nee, ik zou het niet weten. Hij zegt, want de kerk die begint als God begint. Dan begint de kerk. Nou, geliefde, hebben we zo wel eens kerk mogen houden. Is er zo wel eens kerk geweest. Dan wordt een onvergetelijke uren. En de geliefde, dat is voor zijn volk en kinderen. De Heer is daar vrij in, hoor. Maar dat is geen telke keer, hoor. Nee, het is zo wonder als het een keer waar mag zijn. Als God het waar maakt, God liet komen wat hij begeerde. Zijn we nog in de binnenkamer geweest, voordat we naar de kerk gegaan zijn. Ook jongeren, jongens, meisjes, nog een paar onder ons. Jeugd, jongeren. Ben je nog in de binnenkamer geweest? Heb je knieën nog gebogen? Want je hebt een ziel voor de eeuwigheid. Het gaat op een grote godsontmoeting aan. En straks valt die levensboom. En zoals die valt, zal die eeuwig blijven liggen. En hoe zal het dan wezen? God liet komen wat hij begeerde. Waar gaat onze begeerte naar uit? Is naar de wereld, naar alles wat die wereld te bieden heeft. Het is ene grote chaos, geliefde. Maar God gaat dwars door alles heen door. En hoe donker de tijden zijn van diep vervallen afval, God zal zijn kerk komen te vergaderen. Alle geslachten, talen, natieën en tongen. Hij laat zijn woord nog uitgaan. Mocht het dan nog wezen, zijn er dan hier? Ach, in Friesland zijn er dan nog die een binnenkamer komen te hebben. Zijn er dan de zulke nog met de nood in de binnenkamer. Die het uitroepen, o God, verlos mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Maar ook daarin te mogen ervaren. En God liet komen wat hij begeerde. Het is in de dadelijkheid verhoord geworden. Het is in de dadelijkheid heeft hij het mogen ervaren. Gods gunst en zijn zalige gemeenschap. Hij heeft het in de dadelijkheid mogen ervaren. Dat vriendelijk aangezicht des Heeren in Christus. Voor zijn volk en voor zijn kinderen. Verwondering en aanbidding. Ja, best, daar ligt hij. God liet komen wat hij begeerde. Weet je waar hij mee terechtgekomen is? Hij kwam nog lager aan de grond, geliefde. Want wat van God is, dat doet bukken en dat doet buigen. Ja. Wat van God is, dat brengt naar de laagte en naar de diepte. God liet komen wat hij begeerde. Mogen we een stapje nader gaan. Weet je, geliefde, wat daar beleefd wordt dan. En de Heer is vrij in zijn bedelingen daarin, hoor. Maar weet je wat daarin beleefd wordt? God liet komen wat hij begeerde. Toen is het waar geworden in het leven van een Jabes. O liefde des vaders. O liefde des zoons. En o liefde des heilige geestes, drie enige God, u zij al de eer. En dan durven we te zeggen, Veenwoude, als daar iets van beleefd mag worden, die drie enige goddelijke liefde,
onderscheiden daar in personele eigenschappen, maar niet te scheiden. En als iets van die liefde des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes ervaren mag worden. En nogmaals, de Heer is vrij in zijn wegen en zijn leidingen. Maar als dat een keer in het leven mag zijn, geliefde, dan kom je plat op de grond terecht. Dan heb je ook geen woorden meer. Dan is het niet meer uit te spreken. Dan schiet er verwondering en aanbidding over. Dan gaat zulk een wonder worden, geliefde. Dan kan die er enkel maar van stamelen. En al zouden we aan zo'n ziel gaan vragen, wat heb je nou het meeste lief? Om het nou zomaar eenvoudig uit te drukken, de Vader, de Zoon of de Heilige Geest. Dan zal zulk een ziel het zeggen, daar is geen onderscheid. Alle drie, even, eeuwig lief, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Ach, dan mag die kerk met een hoofdletter, dan zien ze wel eens terug op zulke plaatsen. Dat ze moeten zeggen, o God, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Wat een dierbare, wat een onvergetelijke ogenblikken en plaatsen. Ja, Bes, hij is het nooit, nooit meer vergeten. En met het kwade al zo maakt dat het mij niet en smatte. Leg me er dan mee gedurig aan uw hart. Ook in alle zien hier, mag wel zo, ja. Alle noden en zorgen die er zijn. Heren, leg me er dan maar gedurig mee aan je hart. Dat zou je er eeuwig, eeuwig goed mee zijn, ook die jongen. Dat het uit mag werken in alle nood, want zijn wegen moet beleefd worden. En heren, mag gedenken zo. En ieder in het zijne, want dan zouden we vanavond en ieder zo langs gaan. En we zouden vragen, heb je nood, heb je zorgen, dan is er vanavond geen één die geen noden heeft. En die geen zorgen, en die geen bekommernissen heeft. Maar geliefde, hebben we nou nog de nood, onze arme ziel. Hebben we nou nog zielenood en zielensmart? Ach, nog een droefheid naar God en smarten over de zonde. Om die meerdere ja best te mogen leren kennen. Want gaat op een eeuwigheid aan, geliefde. En dan zal het niet buiten die meerdere ja best. Die enigste naam die onder de hemel gegeven is. Door de welke wij moeten zalig worden. En dan zal het niet baten wat de mens zegt, wat de mens denkt. Maar we hebben genoemd bij onze tekstwoorden. Ja best, deze is mij een uitverkoren. Van eeuwigheid geliefd en verkoren, in de tijd getrokken, geleid naar zijn goddelijke raad, en daarna opgenomen in de eeuwige gelukzaligheid. Meer staat er van Jabes niet beschreven. Staan maar twee versen in het goddelijke woord, maar die twee versen, geliefde, die zijn meer dan genoeg om te mogen weten dat Jabes eeuwig binnen mag zijn, om eeuwig bij de Heere te zijn, waar God alle tranen van de ogen zal afkomen te wissen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden komen te wezen. Treurige zuchting zullen wegvlieden. Hoeft hij nooit meer te vragen. Ach, zoudt gij mijn landpalen willen vermeerderen? Hoeft hij nooit meer te vragen. Zoudt gij mij willen zegenen? Hoeft hij nooit meer te vragen. Dat uw hand met mij zijn zal. Hoeft hij nooit meer te vragen. En het kwade al zo maakt. Dat het mij niet te smarten. Maar geliefde, daar zal het niet meer wezen. Maar zullen ze eeuwig, eeuwig de koning mogen aanschouwen, zonder ooit te scheiden meer. Wat zijn ze gelukkig veewouden, ach die binnen mogen zijn, want die zijn voor eeuwig binnen. Wij staan ervoor, en hoe zal het dan wezen, geliefde? Want nou is de poort en eng is de weg, die te leven komt te leiden. Ach, hoe zal het dan toch wezen? Geldt voor u en mij, doorzoek jezelf nou, ja zeer nou. Want geliefde, straks zal er geen tijd meer zijn, en tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods en niet ingaan. Ja, Bes, was heerlijker dan zijn broederen. Heeft die man zichzelf ook zoveel heerlijker gevoeld? Mooi niet op reken. Die is overal onder terechtgekomen. Ja. Die is overal onder terechtgekomen.
Die man die heeft geen hoge gedachten, nee. Die heeft zulke lage en geringe gedachten van zichzelf mogen krijgen en mogen beoefenen. En grote en goede tierende gedachten van dat lieve wezen Gods geliefde. Nou, dat is het leven en dat is de zaligheid. De mens niets en God in Christus alles. Mijn geliefde medereiziger, het is nog een ogenblik. En we moeten God ontmoeten. Hoe zal het met u zijn? Hoe zal het met mij zijn? Daar wordt het ons vanavond nog toegeroepen. Uit het goddelijke woord heden. Indien gij daar mijn stem nog hoort. Verhard uw harten niet. Maar laat u nog leiden. Het is nog het heden der genade. Jonge meisje, jongeling, jonge dochter. Zoek het in de wereld niet. Zoek het nog onder de genademiddelen. Zoek het in de geschriften onze vaderen. En zoek het nog in dat lieve woord van God. De wereld die gaat voorbij. Maar zoek het nog in dat woord. Onderbiddend opzien. Ik hoop dat je een plaatsje mag hebben waar je knieën buigt. En nog tracht je in de weg te stellen. Bid om Gods lieve geest. Want die alleen kan ons in al de waarheid leiden. Middelbaar van leeftijd. In ouderdom of wat meeluistert. Waar is de reis naartoe? Het is nog een ogenblik. En wij allen moeten geopenbaard worden. En dan zullen we niet geoordeeld worden door een mens, nee. Maar wij kunnen iemand in de hemel zetten waar God niet van weet. En we kunnen iemand uit de hemel houden die God erin gezet heeft. Maar we zullen straks geoordeeld worden door de rechter van hemel en van aarde. En die ziet naar waarheid in binnenste. En die ziet alleen naar zijn eigen werk. Zal er dan overschieten? Ach, dan mocht het nog wezen. In het heden der genade. En we hebben het genoemd. Bid om Gods lieve geest. Vraag om een Bijbelse. En een waarachtige bekering. Want er komen vele geesten op, geliefde. We leven in zulke een tijd van verwarring. En van verdeeldheid. En zoveel geesten. Wat zal erop aankomen, beproefd. Of zou het God zijn. We hebben genoeg aan onszelf. Maar we leven wel in een bange tijd. En men weet soms niet meer wat je hoort en meemaakt. Maar de Heere mocht nog gedenken. Onder de oordelen. En ook zijn Sion nog verblijden. Maar ook zijn koninkrijk nog doen komen. En zijn er onder ons nog. Met een binnenkamer. En met een nood der arme ziel. Ach, dan wens ik maar toe. Dat de nood een oplopende nood en een onhoudbare nood. Wil u het graag? Wil ik het graag? Nee, geliefde. Ik ben bang van nood. Ik heb niet zo graag nood. Uitkomst, ja dat. Maar nood. En toch, geliefde, het is zo noodzakelijk, hé. Want de Heere brengt telke malen in de nood der ziel, geliefde. Want die pijl die ligt verder, hoor. In het leven van Gods volk en kinderen. Kunnen uit het bezit niet leven, hoor. Komen elke keer weer aan de weet. Die pijl verder ligt. En waar komen ze daar weer in terecht? In de gemis en in de ongeluk. Nou, dat is toch... Is dat... Ja, geliefde. Dat is nou die weg die God met zijn volk en kinderen houdt. Opdat er nog eens plaats gemaakt mag worden bij aan- en bij voortgang. Die dierbare persoon des middelaars die nou alles en in alle komt te zijn. Hoop dan op God en roep dan nog. Ach, in de nood der zielen. Och, Heere. Och, wie het mijn ziel door u gered. En zijn er onder ons, die er geen vreemdeling van gebleven zijn. Nou, geliefde, die moeten nog gedurig vragen. Ja, och, Heere, och, wie het mijn ziel door u gered. Die hebben een dagelijkse bekering. Die hebben een dagelijkse verzoening. Die hebben een dagelijkse wassing nodig, geliefde. Ja, dat is ook, wordt bijna niet meer verstaan, geliefde, in onze dagen. U bent bekeerd, ja, heb je alles. Maar er is een volk, Gods volk en kinderen. En wel gelukzalig. Dat volk die nou een dagelijkse bekering van nodig mag hebben. Die het gedurig mag beoefenen. Om nou buiten God niet te kunnen leven. Heren, net als die Emmausgangers. Het is bij de avond. En de dag is gedaald, het hart te brandende. En hij kwam in. En er staat ook hier. En God liet komen. Wat hij begeerde, schiet verwondering en aanbidding over. O God, is het dan toch waar?
Heb ik me dan toch niet bedrogen? Het begint te zingen in hart en zielen van de zulke. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Ach, het is een volk. Het gaat hier door de nood en door de dood heen. Maar er is er één geweest. Die is hen voorgegaan. De meerdere Jabeszoon, die het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Opdat de zulke op de weg niet om zouden komen. Maar opdat de zulke eeuwig, eeuwig thuis zullen komen. En dan zal het niet moeilijk zijn. Om hier bij tijden en ogenblik als het leven aan de ziel. En aan het einde van de reis zal wezen. Dat ze mogen getuigen, het is door u, Heere, door u alleen, om dat eeuwig goddelijke welbehagen. Jabes, deze is mij een uitverkoren vat, de heerlijkheid van Jabes, de nood in de binnenkamer en een gode verheerlijkende uitkomst. Want al wat gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. Amen. Zullen trachten te eindigen met gebed. Heere, gij mocht de grote naprediker zijn. Het is een eenvoudig woord. Het zijn enkele tekstwoorden uit uw goddelijk woord. En Jabes is eeuwig thuis. Wij staan ervoor, Heere. Hij is erdoor. De strijd te boven. Hoe zal het dan met een ieder onze zijn? Kennen we dan iets van dat leven van een Jabes? Kennen we dan iets van de God van Jabes? Want daar zal het zo op aankomen. Die dierbare geloofsvereniging. En dat ze geschonken goed, Heere. Ach, mag het dan toch nog wat nalaten. Uw naam ter eer. Verzoen het onze, zegen het uwe. Ga met een ieder onzer op en over de gevaarvolle wegen. Als we deze plaats gaan verlaten, dek nog onder uwe vleugelen. En mag het dan toch nog wat nalaten. Uw naam ter eer, om Jezus willen. Amen. De slotzang is uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Psalm 68, vers 10. Geloof zij God, met diepst ontzag hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt, het 10e vers uit Psalm 68.
Gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Zegen.